hem nou schreeuwen? Dat zo. Was ik dat? Ik had echt het gevoel dat ik gekild werd. Ja. Zand erover, het is klaar. Ben jij 6? In dit nieuwe seizoen van De Spooktocht ga ik bij mensen thuis die last hebben van paranormale activiteiten. Met de meest geavanceerde apparatuur krijgen we meerdere keren contact met de paranormale wereld. Bizarre ontdekkingen en hele enge nachten. Welkom bij een nieuw seizoen van De Spooktocht. Wil je vanaf nu wekelijks De Spooktocht kijken? Zorg dan dat je een duimpje omhoog doet op deze video. Welkom allemaal bij Spooktocht seizoen 4. Een gloednieuw seizoen, aflevering 1. En dit seizoen gaat anders zijn dan alle anderen. Waarbij we in vorige seizoenen naar verlaten gebouwen toe gingen, gaan we nu naar mensen thuis die last hebben van paranormale activiteiten. En ik ben niet alleen. Nee, vandaag hebben we ook weer een team met paranormale onderzoekers met ons mee. Oh, je lampje valt uit. Het begint nu al, hoofd. Dit is het hele probleem geweest van al die afleveringen, dat die batterijen... Maar dit is gewoon volgens mij een oude lamp, alhoewel. Het vorige seizoen heeft meer dan 4 miljoen kijkcijfers, 250.000 likes en 30.000 reacties gehaald. En daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik wil jullie ook dit keer vragen om weer zeker al jullie ideeën, opmerkingen en reacties achter te laten. Zodat we met z'n allen een antwoord kunnen krijgen op de vraag of geesten nou echt bestaan. Vandaag ga ik op pad met twee paranormale onderzoeksters. Wendy en Manon. Wendy kennen jullie nog wel van de eerste twee seizoenen van De Spooktocht. Met haar heb ik op een gegeven moment in een verlaten kinderziekenhuis contact gehad met echt iets paranormaals. Een bizarre ervaring. En daarom ben ik ook benieuwd wat Wendy verwacht van vanavond. Ja, verlaten locatie weet je gewoon nooit wat je tegen gaat komen. Het kan altijd van alles zijn. Maar bij een huisonderzoek ja, is het toch meer waar de mensen last van hebben, dus daar ga je veel meer op in. Heel verschillend, heel vaak is het verhaal heel groot en kom je helemaal niks tegen. Soms zijn ze heel timide in het verhaal vertellen en heb je zoiets van nou, ik vind het eigenlijk best wel heftig. Meestal met een huisonderzoek is het wel dat je van tevoren al dingen binnenkrijgt, dat is wel heel erg leuk. Mm-hmm. Dus ik had nou ook al dat het er waarschijnlijk een brand is geweest. Okay. Ik zie dat een jongetje heen en weer rennen op zoek naar zijn ouders in de rook, dus ik ben benieuwd wat daar, of daar misschien een bevestiging van gaat komen. En ja, het doel is toch altijd om mensen weer rustig in hun huis te krijgen. Dus dat kinderen weer lekker naar hun eigen bedje slapen en dat soort dingen. En, ja, want jullie helpen ze eigenlijk ook wel echt door dit te doen natuurlijk. Ja, we worden echt gevraagd toe, daar om ze te komen helpen. We hebben het een keer gehad dat we een kaarsje op tafel hadden staan. En we hadden zeg maar contact met iemand. En die kaars ging heet het, doofde die bijna en dan kwam die vlam weer helemaal omhoog. En elke keer als wij weer over het licht aan het praten waren van joh, we willen je naar het licht begeleiden. Het is daar mooier en warmer en dan ben je niet meer ziek. En dan, want daar ging het om. Ging die kaars weer heel fel branden. Dus dat die was, reageerde eigenlijk ja, die reageerde, alsof, dat, ja, alsof die antwoord gaf, zeg maar. Dus dat was wel een heel mooi moment. En ook vanavond gaat het weer helemaal los. Alle piepjes van de apparaten gingen af en we kregen contact met de paranormale wereld. Tenminste, ik ben nog steeds op zoek naar de vraag of dit natuurlijk allemaal zo is en of geesten ook echt bestaan. Maar geloof me, wat vanavond gebeurt is echt heel apart en onverklaarbaar. Op een gegeven moment was ik dat zo zat. Ik werd er gewoon bang van. Dat is meerdere keren gebeurd? Ja, heb ik hem gepakt, heb ik hem zo weggepakt. En geloof jij thuis in geesten of andere paranormale activiteiten? Laat het weten in de comments. Naast Wendy is ook Manon mee. Ook een onderzoekster. Ik ben Manon. Ik ben 36 jaar oud. Ik ben medium binnen het team. Mijn mediumschap heb ik eigenlijk al heel mijn leven. Nou, ik had het eigenlijk al af kleins af aan bij mij thuis. Als ik s'avonds als klein meisje naar bed ging, stonden er 20 mensen op mijn bed en ik wist niet wat ze er van me wouden. Ik verwacht er best veel van eigenlijk, omdat ik ook weer zo'n druk voel. En ik heb ook het gevoel dat we niet helemaal welkom zijn. Oké. En dat het moeilijk contact leggen is, maar dat komt wel goed. Mocht jij nou zelf ook last hebben van paranormale activiteit of ken je iemand die dat misschien wel heeft, stuur even een mailtje naar spooktocht@govert2.nl en wellicht kom ik bij je langs. En dat doe ik niet alleen, want ook dit seizoen... Hey! Jawel Tim! Yo man! Alles lekker? Ja zeker! Met jou ook? Ja, heel goed, heel goed. Stel je woont zelf ergens en je hebt last van... Weet ik het. Je weet niet wat het is, ja. Want het is iets paranormaals. Ja, dat is ook niet heel chill, denk ik. Je zit gewoon elke dag dan in die shit, hè? Kijk, wij kunnen zo'n verlaten gebouw dan uitlopen wanneer we het gehad hadden. Maar als je het thuis hebt, dan zit je er middenin. Ja, en als je dan gaat slapen, heb je er ook last van. Nou, ik heb het zelf nog nooit echt meegemaakt, dus ik weet niet hoe dat is. Maar nee. Ik heb wel veel gehoord over mensen die dan
weet ik veel, dingen zien in hun slaap of zo. Weet je wel. Dat, ja, dat hoor je altijd wel van oude klasgenootjes of zo. Ja. Dat, Wat nummer? We zijn niet van koffer. Is niet dat koffertje? Oké, nou, we zijn bij de mensen aangekomen. Goeiedag, Alberto Stegeman. Ja, laat het avontuur beginnen. Het is wel anders dan dat we ergens nog in moesten breken of zo in het verlaten gebouw. Nu kunnen we gewoon lekker met toestemming naar binnen. Het is wel wat relaxter allemaal. Wat makkelijker binnenkomen inderdaad. Totdat zometeen de hele inboedel door de kamer heen vliegt. Vandaag zijn we op bezoek bij Demi en haar moeder. Beiden hebben ze last van paranormale activiteiten in hun huis. Bepaalde kunstwerken aan een muur die in één keer scheef hangen. Schimmen aan het eind van de gang die in één keer wegschieten. Zwaar geadem en andere geluiden midden in de nacht. En een gevoel dat er iemand meer aanwezig is dan alleen zij. Ik had echt het gevoel dat ik gekild werd. Ja, echt mijn hoofd. Die druk hier. Oh. Ja, maar ook echt gewoon mijn keel zelf. Okay. En geen millimeter kon mijn hoofd draaien. En toen hoorde ik dat zware geadem. Toen op een gegeven moment kon alleen mijn hoofd draaien erheen. En stond mijn hoofd als het ware weer vast, als ik het zo kan benoemen. Yeah. We zijn aangekomen bij het huis. En ja, we hebben even een koffie gedronken, even kennis gemaakt. En ik denk dat we nu een beetje langzamerhand gaan beginnen met het onderzoek. Ik ben eigenlijk benieuwd naar jullie wat voornamelijk het grootste probleem is wat jullie ervaren eigenlijk. Ja, veel schaduwen zien. Ook heel veel dingen horen. En ook orbs wat gewoon over de muren gaan. En dat soort dingen. De katten die reageren op dingen wat er niet zijn, dat ze opeens in de lucht springen, tegen dingen aan, al dat soort dingen gewoon. Maar ook midden in de nacht, je hoort voetstappen, geklop, echt, ja, al dat soort dingen. Het plan is om met bepaalde apparatuur te meten of er paranormale activiteiten aanwezig zijn. En zo kom je er meestal langzamerhand achter met bevestigingen van de mensen thuis, kom je erachter wie of wat het is en wat het wil. Nou, ik had, wanneer is dat? Woensdag had ik een camera om 12:30 had ik in de keuken gezet, s'nachts. Waarom deed je dat? Ik was, omdat ik de laatste tijd gewoon heel veel dingen zie wandelen als het ware. En dan zag ik ook, ja, net naast het keukenblok zag ik ook een lange man staan. Deze onbekende man, deze zwarte schim die Demi zag, is een bekend fenomeen. Op internet lees je dat meerdere mensen zo'n donkere schim hebben gezien. Soms is deze zelfs vastgelegd op camera. We hebben hier een aantal kisten vol met apparatuur. Wat hebben jullie meegenomen vandaag? Ik heb ook Ghostbox bij me, dus als we mijn stemmen op kunnen vangen. Er zit hier geluidsapparatuur, dus om stemmen op te vangen. Ja. En er zijn hier die K2-meter, die kennen we ook nog van de vorige keer. Ja, die heb je zelf ook. Ja, die heb ik zelf ook. Die, die gaat hoe meer lichtjes die geeft, hoe sterker de kracht is. Ja, die pakt echt elektronische velden. Dus als je die kan ook de. Ja, die kan ook bij een stekker, bij kabels doet hij het ook. Maar als je op een plek zit waar hij dat helemaal niet doet, en dat doe je echt een kwartier en constant is er niks, en er is ook niks wat invloed op heeft, en hij gaat dan in één keer af, dan zou je dus een conclusie kunnen trekken. Ja, maar het is natuurlijk gek, want je hebt als mens zijnde ook iets van elektriciteit in je lichaam natuurlijk. Ja. Ja, zoals deze, dus, deze kan je dat goed laten zien. Ja, dit is de bekende Rembot, die hebben we ook al een aantal afleveringen gebruikt. Dat ding is ziek, jongen. En maakt die, zo'n eng geluid. Kijk, die gaat dus af als je hiermee gaat. Ja, dat is jouw elektriciteit dan, wat hij nu heet. Maar ook als die dus nu niks doet, die zet hem ergens in het midden en zou in één keer afgaan, kunnen ze ook zien waar die is door welke lampjes is afgaan. Kijk, dit is de keuken. Ja, het is best wel bijzonder dit. Even kijken, de badkamer. Ik gok daar. Door de keuken. Ja. Links achterin. Kijk, dit is ook een soort van exploring, hè? Dat zou jij zijn, denk ik. Oké. Okay. Nou, de rentpot staat. Het is wel bijzonder dit, Tim, vind je niet? Het is gek bij mensen thuis, maar wel heel anders. Ja. Ja, want normaal gesproken in zo'n verlaten oud pand, dan heb je al die spanning van erheen gaan. Ja, dat is gewoon al eng. En nu heb ik totaal geen angst gevoel. Maar daardoor kan het daar denk ik wel vaker een soort van lijken alsof er iets is. Ja. Snap je? Omdat je sowieso al heel gespannen bent. En ik denk dat dit wel nice is, want nu ben je heel relaxed. Je bent met mensen thuis, het is legaal, het is veilig. Dan ga je jezelf niet gek maken. Stel, ja, tuurlijk niet. Waarom zou je nu bang zijn? Maar stel, we zouden zo meteen echt bang worden.
Ja. En die piepjes gaan ook af. Ja. Dan, dan weet je wel wat stukken zekerder of zo, toch? Ja, ja, klopt, ja. Benny en ik zien de hele tijd een manfiguur. Ja. En dat is niet familie. Nee, heb ik het idee. Nee, dus een oude man. En die kijkt hier ook gewoon door het raampje. Nee, die staat heet het zo. En ik heb het idee dat wij niet helemaal welkom zijn. Ik kan niet voorstellen of zo dat ik nu mensen zou zien die ik zomaar niet echt zie. Maar nee. Ik kan me dat echt niet voorstellen. Nee, ik ook niet. Maar kan, je kan jezelf natuurlijk wel een beetje in een gevoel mee laten gaan. Ja, een gevoel. Maar zij zegt net van ik zie daar gewoon een gast staan, een oude man. Ja. Ik vind het lastig zo om daarin te, weet je. Ja. Ja. En gelijk daarna gebeurde er weer wat. Manon hoorde geschreeuw. Ik vond het lastig om in dit begin hier helemaal in mee te gaan. Hij staat schreeuwen in mijn oog. Ik kan niet voorstellen om mensen te zien of dingen te horen die er niet zijn. Of ja, niet zijn, die ik dus zelf niet echt fysiek kan waarnemen. Want of ze er wel of niet zijn is dus de vraag. Want wellicht zijn er dus wel dingen hier die we niet kunnen zien, maar wel aanwezig zijn. Bepaalde energieën van overleden personen, in de volksmond ook wel geesten genoemd. Al een aantal jaar lang ben ik erg getriggerd door dit onderwerp. In hoeverre kunnen we ons zicht en gehoor echt vertrouwen? En is dat echt 100% wat er ook is op deze aarde? Of zijn er inderdaad allerlei energieën en krachten van eventueel overleden personen die we soms niet kunnen zien, maar die er zeker wel aanwezig zijn? Daar ga ik vandaag achter komen. En geloof me, blijf kijken, want dit wordt heel spannend. Het is heel erg nog alsof die... dit is... Nou ja. Godverdomme, Marnoos. Oh, hij staat in mijn oor te schreeuwen. Dus, zie je een hoofd? Nee, hij staat echt zo. Het is niet waar we het net over hadden. Het is niet haar vader, zeg maar. De man van de foto. Nee. Een hele andere man. Ik heb het idee dat hij hier vroeger gewoond heeft. Hoe oud is dit gebouw? 50. Ja, ik kan 45 doen. 1945 ongeveer. Ik denk ook dat dat jongetje die ik zie, dat die daarbij hoort. Ja. Ja, je ziet wel een ridderkerk, Rotterdam. Heel bloemendicht ook allemaal. Oh, jij zei de brand. Want jij begon met dat je een brand zag, toch? Ik had het idee dat hier een brand is geweest, ja. En dat ze heel erg aan het zoeken zijn naar elkaar, zeg maar. Van waar is iedereen? Een beetje paniek en chaos. En jij zegt Tweede Wereldoorlog, want we zitten hier dicht bij Rotterdam inderdaad. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is heel Rotterdam en omgeving plat, natuurlijk plat gegooid. Brand. Chaos. Zou heel goed kunnen. Toen we al de mails binnenkregen met aanmeldingen voor deze serie, toen vroeg ik bepaalde mensen om een filmpje in te sturen met hè, waar hebben jullie last van. En toen zeiden jullie samen van dat hier een hertenkop hing. En wat gebeurde daarmee? Aan de achterkant, om hem op te hangen, heb je zo'n rondje en dan zo'n langwerpig iets. En dan moet je die schroef in doen. Ja, en zo en dan blijft hij zitten. Ja. Opgehangen. Ja. Niks aan de hand. Ging een stukje draaien. Niet dan het gezien hebben, maar ik denk, hoe ken dat nou? Zij zei het ook. Ja. Op een gegeven moment was het zover dat hij ondersteboven hing. Maar als wij hem ondersteboven hangen, met die opening en dat sleufje, blijft hij niet hangen, want dan valt hij naar beneden. En hij hing gewoon. Op een gegeven moment was ik dat zo zat. Ik werd er gewoon bang van. Dat is meerdere keren gebeurd? Ja, dan heb ik hem gepakt, heb ik hem zo weggedonderd. Ik zie nu iets. Ik zie hem in de hoek, met dat kindje, en hij slaat dat kindje. Ik had het even af. Toen je dat is zei. Is dat een bevestiging van mijn actie? Laat die lampjes alsjeblieft. Dankjewel. Manon en Wendy gingen de slaapkamer in en probeerden daar van alles te voelen. Toch wilde ik liever wat concreter bewijs hebben. Bepaalde gevoelens en dingen horen en zien, dat klinkt voor mij te ver weg. Ik wil apparaatjes zien afgaan en het liefst stoelen door de lucht zien vliegen. Dat laatste hebben we natuurlijk liever niet, maar je snapt wat ik bedoel. Iets meer concreet bewijs waarvan ik denk, hey, dit is echt onverklaarbaar. Heb jij wel eens iets in deze kamer gevoeld? Ik zeg het net tegen Demi. Van de week lag ik hier op bed en meestal voordat ik ga slapen doe ik nog even een spelletje, weet je. Maar dan, ik durf niet naar die deur te kijken. Ik had het gevoel dat er eentje voor stond. Aan die kant. Ja. In de huiskamer, zeg maar. Ook een meneer dan? Gewoon iets, een grote, een forse.
Dat idee had ik. Ja. En ik dorst er niet naar te kijken, want dan blijf ik maar naar dat schermpje kijken. En dan voel ik dat ik moe word en dan doe ik het gauw uit en dan moet ik mijn licht uit en ga ik slapen. En dan kijk ik ook niet meer naar die deur. Nou ja, we zeiden al, dit is waarschijnlijk het kamertje van het jongetje vroeger geweest. En dat die man misschien daardoor voor zijn deur blijft staan van je mag er niet uit. Of dat het een straf was geweest. We gingen weer terug naar de woonkamer om de apparatuur nu echt te gaan gebruiken. Want jouw oma is overleden? Ja, en mijn opa ook van mijn vaders kant. Die heb ik alleen nooit gekend, mijn opa. Ja. En hoe kom jij hier nou bij... Ik zag een vrouw naast mij staan. Ja. En die probeerde contact met mij te maken, maar ik moest even loskoppelen. Dus staat hij naast me en ze zegt gewoon, dit is genoeg geweest. Kappen met die onzin. Je hebt ze 4 jaar geleden voor het laatst gezien en voor die tijd heb je ze nog 1 jaar of 4. Niet gezien. Niet gezien. Nee. Door. Zo, nu door gaat hij af, ja. En op het sterfbed. Ja. Heeft ze nog tegen me gezegd: zand erover, het is klaar. En ja, het is goed. Klaar. Ja. Het is goed. Zeg zo. We hadden inmiddels al best wel even een lang gesprek gehad. De apparatuur stond de hele tijd aan en lichtte niet op. Totdat de moeder van Demi over de overleden oma begon. Hoe meer ze erover praten, hoe meer de lampjes uitsloegen. Begonnen we over een ander onderwerp of begon iemand anders te praten, deden de lichtjes helemaal niets. Het leek bijna alsof een bepaalde energie via het apparaatje aangaf dat ze gehoord werd. Ja, komt altijd even binnen, dat soort dingen. Ja. Ondanks dat ik en haar zoon uit elkaar zijn. Maar we hebben gewoon een goede band, nog steeds. En we zijn al een aantal jaar uit elkaar. En ik kon ook gewoon mee naar de sterfbed. Toen waren we ook al uit elkaar. Dat is heel mooi. Ja. Heel mooi. Dus je hebt het wel voor je eigen gevoel wel af kunnen sluiten. Ja, we hebben het samen af kunnen sluiten. Ik heb ze nog even... Sorry. Dat was niet de poes. Was dat niet de poes? Nee. Het bleef toch heel lang hangen nou. Echt? Ja, dat kan typisch zijn. Ik heb het op film, hè. Er gebeurde plots allerlei vreemde dingen. Los van dat de apparaten uitgingen, viel ook mijn GoPro, mijn camera, in één keer uit. Terwijl die nog meer dan 3/4 van de batterij had. 100% opgeladen, helemaal leeg. Normaal gaat hij wel iets aan en dan springt hij daarna direct weer uit, die GoPro, maar... Niks. Zie je? Kijk, accuutje zit erin. Je weet zeker dat je hem op had geladen? Ja, 100%. Zou je alsjeblieft de lampjes nog een keer voor ons willen laten branden? Je mag ook bij Wendy komen. Oma probeert hem deze kant op te krijgen. Nu zeg maar als ik half naar de tafel kijk en dan een beetje half naar Tim of weet dat iets achter hem langs het jongetje aan het paraderen is. Ja, het jongetje. Ja, hij zit even achter Tim. Ja. Nou, Tim. Ja. Is dat fijn om te horen? Of, Nee, ja. Ja, ik weet het niet. Ik heb wel het gevoel alsof er iets achter me zit, maar dat komt misschien ook omdat... Ja, maar ja, ik weet niet of dat... Al voordat ze het zeiden? Of... Ja, ik voel altijd gewoon iets achter me. Maar er komt, er zit een opening hier, weet je wel. Je weet niet wat daar zit. Dus daarom heb je misschien het gevoel dat er iets... Toen we hier binnenkwamen, je hebt dat niet normaal altijd, toch? Nee, maar dat, we zijn er nu ook wel echt mee bezig, dus dan... Ja. 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 Moeilijk, hè? Toegeven dat je het even... Ja, ik weet niet. Ja. Het is gewoon heel moeilijk, want je bent er ten eerste heel erg op het focussen nu. Hè? Ja. We zijn er allemaal mee bezig, dus misschien dat je dan onbewust ook dingen eerder voelt. Zei de hele tijd, ik voel wel hier niet echt hoofdpijn, maar een soort moe gevoel dit. Ja, ja. Ja, dat wel. Ja. Ja, hier is een soort moe. Maar dat voel ik echt sinds net pas. En ik hoor hem nou schreeuwen. Zo. Was ik dat? Nou ja, je zit daar al de hele tijd. En mijn hand wordt nu ook heel koud. Nou, misschien wel gelijk.
Misschien die hersenbloeding waar het over had. Was het hersenbloeding? Beroerte? Dankjewel. De beroerte dus. Ik heb hier mannetjes. Nu wordt het serieus. Kindje. Ben jij het kindje? Wat fijn dat je er bent. Zijn leuk hè, die lampjes. Wij willen heel graag met jou spelen. Je mag het lampje af laten gaan hoor. Wendy zit klaar voor je. Wij allemaal trouwens. Als je antwoord ja is, mag ik het lampje nog een keer laten branden. Vond jij het leuk om vroeger met autootjes te spelen? Want ik zie je met autootjes spelen. Zo, wat? De katten beginnen ook in één keer om op en neer te rennen. En wat vind je er leuker? De katten of de autootjes? De katten? Of de auto's? Wees maar niet bang. Het is toch gewoon een leuk spelletje dit. Ja, hè? En je laat steeds meer brandjes. Lampjes branden. Dapper mannetje ben jij, hoor. Vind ik heel knap van jou. Hé, mag ik iets vragen? Hoe oud ben jij? Ben jij... 5? Ben jij 6? Wat? Dit is echt niet normaal. Waar zei je het? Het blijft gek, we hebben dit al een paar keer gehad. Zo contact echt. Ja, dit kan ik ook niet plaatsen. Maar dit kan je rationeel niet verklaren toch? Nee. Ja, ik heb alleen maar het idee dat hij hier wel wil blijven, zodat hij nog met de katten wil spelen. Ja. Maar hij wil heel graag... Tot zijn vader weggaat. Ja, maar hoe... Ja. Dankjewel. Je vroeg net of dat kindje wil of die vader weggaat. Die boze man. Dat mannetje wil heel graag hier met heel graag als met de kat spelen. En dat hij hier nog mag blijven, omdat dit is voor hem zijn plekje. Maar ja. Hij wil heel graag dat zijn vader weggaat. Hij is echt heel bang voor zijn vader. Ja. En die staat er ook gewoon echt met zijn handen in zijn zijn van, nou, ik ben het hier zo niet mee eens. Nee, hij staat te schreeuwen. Maar ja, wij zijn hier allemaal voor jou om te beschermen. Vind je het niet fijner om naar een plek te gaan waar je met andere katten kan spelen en met andere kindjes? Zou je dat willen? Dankjewel. Nou, dat lijkt me duidelijk. Maar papa is niet zo lief geweest voor jou, hè? En wij willen jou heel graag helpen. Wil je dat? Nee, ik ben bang. Je hoeft niet bang te zijn. Wij komen met al onze liefde om jou te helpen. Voel je dat? Voel de liefde hier. Dankjewel. Vind je het goed als Wendy en ik jou naar het licht brengen? Waar je met andere kindjes kunt spelen. Dankjewel. Wat ben jij sterk, ventje, zeg. Ik ben zo trots op jou. Ben je ook trots op je eigen? Groot gelijk. Zeker weten. Wil je dat ik een poort maak voor jou van licht waar jij naartoe kan? Met andere kindjes te spelen. Ik vind het heel spannend. Ja.
Papa kan jou niks doen. Hij is bang voor papa. Dat houdt hem tegen. Wat vinden jullie er nou van zo? Ik ga het trui gewoon. Ik merk dat dat ventje van zoveel jaar geleden praat op die manier. Weet je? Hij is zo bizar enthousiast. Dat hij hoort. Hij wil weg van zijn vader. Maar hij wil liefde voelen. Ja. Ja. Ja, dit is echt gek. Dit kun je bijna niet meer ontkennen. Hij wil warmte, liefde. Dit kun je bijna niet meer ontkennen. Ja. Ik sta er altijd zo nuchter in. Ja, ik ook. Maar dit, ik kan maar het dit is laten. Toch zo bizar. Ja, dat statistisch gezien zeg maar, is dit gewoon bewijs. Hè? Ja, hij vindt het heel prettig. De hele avond zijn er gebeurt niks. Ja, is mama ook nog hier? Jij is een lampje? Nee. Is mama al over naar het licht? Dankjewel. Vind je het fijn als ik mama roep en die jou meeneemt? Hij mist zijn moeder. Ja, dat snap ik. Als je een slechte relatie met je vader hebt, natuurlijk. Je moeder is weg. Als jij boven bent in het licht, zal papa ook gaan? Dat weet hij niet. Dat is een moeilijke vraag, hè? Ik kan dat beter zeggen. Want hij wil over, maar dan zit je nog met papa. Maar jij kan ook pas over als dat stukje goed is tussen jou en papa. Ik weet dat je heel veel verdriet hebt van papa en hij heeft je ook echt pijn gedaan. Maar als jij hem kan vergeven, dan kan papa ook mee. En daar is geen pijn, is geen geslaag. Zou je dat willen? Twijfel, ja. Maar vind je het eng? Als papa meegaat. Ben je bang voor als papa mee naar boven gaat, dat het verder gaat, zoals hier? Hij heeft een beetje weg. Ja. Het kost natuurlijk een hoop energie. Ja. Hoe gaat het nu met jou? Want ik zie je ook best wel trillen eigenlijk. Ja, mijn hand is zeg maar vanaf hij hier... Hij staat achter Tim. Een beetje... verdoofd, zeg maar. Ja. Kan het ook zijn op een gegeven moment dat jij dan uit je energie raakt? En dat... Hij gebruikt nu mijn energie, dus hij trekt zeg maar mijn batterijtje langzaam. Ik zie leeg. Een beetje verwarrend lopen. Wat moet ik doen? Ik wil je niet bang maken, hoor. Vind ik er twee of? Ja. Gek allemaal, hè? Ja, dat is bizar, hè? Ja. Wat denk je ervan? Ja, ergens hoop je dat het verhaal natuurlijk een mooi einde krijgt. En dadelijk dat die mensen hier rust hebben in hun huis. Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. 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 We zitten nu al eventjes met de apparaten in de hand om contact te maken met dat jongetje. Wat we hier proberen te doen is dat jongetje naar het licht brengen, zo noemen ze dat. De hemel eigenlijk. Op een veilige plek. Weg van die boze vader dan. En het is zo bizar. Je gaat hier nuchter naartoe. Ik weet nog steeds niet of dit allemaal bestaat natuurlijk. Hè. Dus daar zijn we nog steeds naar op zoek, al seizoenen lang. Ja, maar elke keer zoveel gekke dingen meegemaakt. En we blijven twijfelen. Ja. Maar dit kan niet kun anders. Je bijna niet, zeg maar... Jeetje, ja. Nou, dat was best wel vreemd allemaal. In het begin zagen ze verschillende dingen. We keken vooral in die slaapkamer naar een schimme man. En we kwamen er eigenlijk achter dat er een jongetje was die heel bang was voor zijn vader. Toen kregen we contact met je oma. Hè? En toen begon die code 2 meter eigenlijk goed te werken. En toen hebben we dus die rempot gebruikt en... Ja, bizar. Ik kan nog steeds niet helemaal begrijpen hoe dat nou
wat er nou helemaal gebeurt. Maar het is wel een soort van bewijs eigenlijk dat er toch wel echt iets is. Maar wij zitten nu in een ander huis. Hè. Wij gaan zo meteen weg met de auto en laten we het hier achter. Maar hoe voelt het voor jullie dat het in jullie eigen huis... Of het is natuurlijk nu niet de eerste keer dat jullie dit ervaren, maar nu met van die apparatuur is het misschien nog iets meer... Ja, de kat vindt het een bijzonder leuk dingetje. Het bevestigt gewoon veel meer dat er hier dingen dus wel zijn gebeurd. Dat ik denk van ja... Zie je, ik was niet gek. Nu ga ik... Nee, maar zo dat het ervaren heel veel mensen. Dus ik denk, zie je, ik heb het wel gewoon allemaal gezien. Ja, maar nu ga je ook dingen een plaats geven van wat er gebeurd is. Sowieso dat hettenhoofd boven de deur. Aangezien die man iedere keer bij die deur staat. Ja. Ja, dan kan je begrijpen dat er wellicht dus door... Dat hij daar aan heeft staan te draaien, ja. Dat kan. Dat ga ik nu toch al denken van, dat heeft hij gedaan. Is er wel een soort van rust dan nu? Ja, ik weet dat oma erbij is. Ik weet dat mijn opa er is. Dat geeft sowieso al rust. Ja. En dat veentje dadelijk naar het licht gaat, dat hij veel meer... Liefde krijgt. Ja, en veel meer kan gaan spelen. En ja. Net wat je zegt, liefde... Van zijn moeder. Bescherming. Ja. Dat ook goed gaat komen. Ja. Ja, ik ook. En jij, Demi? Ja, het is wel heel bijzonder. Van, ja. Je wist natuurlijk dat hier dingen gebeurden, ja. Maar nou, link leggen kon gewoon niet. Nee. En dan ja, net zoals wat ze zegt met dat jongetje, dat het gewoon ja, goed gaat komen. Maar het is ook bizar dat het van zo lang geleden kan nog zijn. Ja. En ook dat ze gewoon het verschil in hun woning kunnen herkennen. Ja. Dus dat is wel echt bijzonder. Ja. En geeft het dus wel rust dat het niet iemand uit jullie omgeving is die bijvoorbeeld kwaad wil. Nou, de enige die uit jullie omgeving is dan jullie oma. En die, jouw oma die dan in ieder geval en nu zegt van hé, het is allemaal goed. Ja, dat geeft wel. Ja. Ja. Oké, okay, nou dat is in ieder geval fijn om te horen dat het niet nu nog een open eind is. Nee, dat het wel iets afgeronden dat er wel een rust is inderdaad. Ja. Ja. Hadden jullie verwacht om iets van een antwoord te krijgen of niet? Ja. Wel? Ja. Ik ja, nee. Ja. Maar ik denk, ja, zij staat er ook veel opener voor. En zij was er heel erg al mee bezig. Mm-hmm. Want ja, zij zag ook veel meer dingen in het huis zelf als wat ik zag. Mm-hmm. Kijk, ik had wel het gevoel van, en net zoals met die man voor de deur. Maar zij zei in het begin ook van, ik zie daar een kindje van een jaar of 6, 7 rennen door de gang. Dat zag ik dus niet. Nou, dat is dan nu dat jongetje. Is dat jongetje van 6. Ja. En dat zag zij dus al wel. Dus ik had eerst mijn twijfels erover. Ja. Maar nu krijg je het gewoon bevestigd. Ja. En ja. Gek is dat. Ja. Ja, dit is heel raar. Het is heel raar. Ja. Ja. Helemaal omdat je het niet kan plaatsen. Ik zie niks of... Nee. Dus ik kan niet echt een... Ik kan het zelf geen plek geven of zo. Wat het nou zou moeten zijn. Nee, Manon en Wendy zien dan ook dingen, die voelen het dan nog meer. Voor jullie zijn het even natuurlijk persoonlijke banden. Ja. Ja, zeker net zoals opa, die is er, en oma. Ja, dat geeft gewoon een goed gevoel, omdat dat is altijd goed geweest. Ja. Ja. Hè? En net wat we net vertelden, dat met oma op het laatst, dat het ook gewoon goed gekomen is. Ja. Ja, dat ja, dat is natuurlijk een enorm emotioneel onderwerp. Ja, dat is natuurlijk ja, fijn dat kwam echt goed, even goed hard is. Binnen ja. Toen met oma. Ik denk, oké. Ik denk, ze is er ook bij. En ja, ze is eigenlijk net zoals altijd. Gewoon hup, kort af, hup, doen. En, maar ook heel erg lief. Ja. Heel erg lief. Nou, fijn. Goed in ieder geval dat het... Ja, zeker te weten. Ja, het geeft rust. Ja, fijn. Ja. Vervolgens besloten Wendy en Manon een poort te openen naar het licht, zodat ze de geesten, de energieën die in dit huis aanwezig waren, konden geleiden naar het licht. Dit is volgens hen een veilige plek waar eigenlijk iedereen hoort terecht te komen. Een mooi gesloten eind dus. En het belangrijkste, de mensen thuis hebben rust. Ik vond het een bizarre avond, maar geloof me, in de volgende aflevering wordt het nog veel gekker. Zorg dat je geabonneerd bent op dit kanaal, dat je een duimpje omhoog hebt gedaan op dit avontuur en dat je in de reacties achterlaat wat jij denkt over dit onderwerp. En volgende week zaterdag om 10 uur 's ochtends zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van de Spooktocht Seizoen 4 Huisgeesten.
Wat zei je, Wendy? Nou, ik heb mijn telefoon nog opgeladen in de auto. Ja? Dus die was gewoon vol toen ik hier binnenkwam. Ja. 1%. 1%, zo. Dat is gewoon bijna leeg. Nou, dan heeft hij niet alleen energie voor jou gepakt, maar ook voor je telefoon. Mijn telefoon ook getrokken. Gelukkig kunnen we hem gewoon weer opladen straks. Super, nou, hey, hartstikke bedankt. Ja, jullie hartstikke bedankt. Ja, ontzettend bedankt voor de gastvrijheid en dat we hier mochten komen. Nou, gelukkig heeft het ook net gehad. Ja, ja. Ja, toch? Dat is het belangrijkste. Ja, het geeft gewoon een goed gevoel. Ja. Ja, ja. Nou, dat is wel fijn als je in ieder geval met een goed gevoel weggaat. Lekker slaap dadelijk. Nou, dat... Maar eerst verwerken ook. Even laten bezinken. Ja hoor. Ja. Zo, we zijn weer bij de auto. We staan weer buiten. En het was een bizarre nacht. Ik snap er niet zo heel veel van. Of ik snap er eigenlijk... Nee, ik snap er helemaal niks van. Het is nog steeds tijden zo... Wil je het zo rationeel bekijken, die paranormale wereld. En zoek je redenen waarom dit allemaal niet waar is. Dat er geen geest achter zit, toch? Want je wil het logisch kunnen verklaren. Je zoekt lijntjes. Ja, maar vanaf het moment dat al die piepjes pas afgingen nadat we vragen gingen stellen en zij begint heel emotioneel over de oma te praten en het reageert erop, dan denk je toch van ja, hoe kan dit? Dus voor mij is het toch elke keer weer zo'n bevestiging dat er wel weer iets meer is misschien. De volgende aflevering zijn we weer te vinden bij iemand nieuw in het huis en daar gaan we dan kijken of we ook wat kunnen vinden. Wil jij nou dat wij naar jouw huis komen en heb jij last van paranormale activiteiten? Stuur dan een mailtje naar spooktocht@govert2.nl. Het mailadres staat in de beschrijving, kun je een mailtje even sturen. Maak een filmpje door je huis heen en leg een beetje uit wie je bent en wat er aan de hand is. En dan komen wij wellicht langs. Ik vond het weer leuk, man. Ja, het was weer heel anders dan in een verlaten gebouw. Ik voelde me hier wel een stuk relaxter. En ik weet ook niet zo goed wat ik er nou van moet denken nog. Ik vind het een beetje lastig te plaatsen. Ja. Omdat ik, net als jou denk ik, heel nuchter probeer te denken van oké, dit komt door dat of dit. Ja, daar ben je de hele tijd naar op zoek. Dat wil je. Je hoopt dat het gewoon logisch te verklaren is. Maar met die lampjes, ik weet niet. Dan gaat er wel een apart gevoel door je heen van hoe, wat gebeurt hier? Hoe kan dit? En dat had ik in dat andere gebouw ook. Dat vind ik echt de bizarste. Ja, dit is, en het begint gelijk nu, hè? Dus wellicht wat we nog gaan vinden dit seizoen. Ja, precies. Ik ben benieuwd. Echt nog in het spookhuis terechtkomen. Ja. Tim zit achter de camera. Hij heeft ook een heel vet kanaal. Vroeger bekend van Seekers, uiteraard. Maar nu heeft hij ook zijn eigen kanaal mooi. En daar zijn heel veel avonturen op te vinden. Dus ga via de link in de beschrijving daar ook even een kijkje naar nemen. En wij gaan lekker veilig met de auto weer terug naar huis. Lekker slapen. Genoeg met die geesten gehad voor vandaag. Later.